Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe video op dit kanaal. Het is het nieuwe jaar en dat betekent dat de meeste winterslapen en winterrusten van mieren aflopen. En dat betekent dat ik ook mijn mieren uit winterslaap heb gehaald. En ik ga ze even aan jullie laten zien. Als jullie mijn vorige video hebben gekeken, dan weten jullie dat ik 5 Messor Barbarus koninginnen nieuw heb. En laten we gaan kijken of ze eitjes hebben gelegd. De meeste van jullie die een Messor Barbarus kolonie hebben, die weten dat koninginnen pas in het voorjaar eitjes leggen na de winterrust. Ik heb hier 4 koninginnen in een mooi groot reageerbuis gedaan en eentje zit nog in een klein reageerbuisje. Die ga ik ook straks eventjes in een mooi groot reageerbuisje doen. Als jullie trouwens afvragen waar ik dit reageerbuisrekje vandaan heb, die maak ik zelf. Deze kunnen jullie kopen op Marktplaats. Ik zal een link in de beschrijving zetten. Ik begin even met de koningin in het kleine reageerbuisje. Die zit in dit blok hout. Ik zal haar er heel voorzichtig bij pakken. En toen ik net keek, zag ik dat deze al eitjes had. Dit is de koningin. En jullie kunnen zien dat ze een beetje opgekruld zit. En dat komt omdat ze met haar hoofd bij het eitje zit. Jullie kunnen ook een heel klein beetje hier zien de eitjes zien liggen. En dat betekent dat deze koningin dus een kolonie kan gaan starten. En daar ben ik blij om, omdat je natuurlijk nooit zeker weet of een koningin echt bevrucht is. Maar deze koningin is dat dus wel. Ik ga deze koningin in een nieuw reageerbuis verplaatsen, zodat ze daar haar kolonie kan starten. 86,2% van mijn kijkers op dit kanaal niet geabonneerd is. Laten we dat eventjes omlaag brengen. Zorg even dat als je deze video kijkt, je geabonneerd bent. En misschien kan ik dan ook vaker gaan uploaden.